Heeft de Duo Dopapomp al goede resultaten? Misschien een vraag voor Teus, maar ja, ook even toelichten moeten we even wat een wat Duo Dopapomp pomp is. Ja. Duo Dopapomp, dat is eigenlijk een wat ingeburgerde naam voor een pomp die via een slangetje via de buikwand wordt ingebracht, dan via de maag naar de 12-vingerige darm gaat. En daar zit een stof in en dat is eigenlijk precies hetzelfde als de levodopa die al een aantal keren is besproken. Maar die is dan in een soort gelachtige vorm, in een cassette zit die aan die pomp. En het voordeel daarvan is dat iemand niet meer om de zoveel uren een tablet hoeft te nemen, maar constant een vaste hoeveelheid levodopa krijgt toegediend. Dat is duodopa. Nou, en zoals je zou verwachten, werkt dat. Hè? Want hoe continuer, hoe beter, vooral als mensen al wat langer de ziekte hebben. En daar zijn ook recent, is daar eigenlijk een van de beste onderzoeken naar gedaan die je op dit terrein kunt doen, namelijk gecontroleerd versus een nepmiddel. En dan blijkt heel duidelijk dat dat een veel stabieler functioneren geeft en dat mensen daar heel tevreden over zijn met relatief weinig bijwerkingen, want het is nog steeds levodopa en levodopa heeft ook niet veel bijwerkingen. Dus dat is een gunstige behandeling. Er zijn ook nog andere pompbehandelingen met andere anti-Parkinson-middelen die hetzelfde nastreven, namelijk stabiliteit, zodat al die wisselingen eigenlijk geleidelijk aan afgevlakt worden.